Gaat je billen allemaal zien? Ja. Waar zitten de lurf en de kladden eigenlijk? Ik weet niet. Alles schoon. Oké. Okay. Alles schoon. Naar de vaders in de vlees. Hey, dat is een handen. Alles schoon. Alles schoon. Oké. Okay. Applaus voor jezelf. Zo. Goed. Vandaag gaan we het hebben over... Nee. Jij bent vandaag de badmeester met het borsthaar. Goed. Borstmeester met badhaar? Ja, je bent... Nee, je bent de badmeester met het borsthaar. Borstbad met meesterhaar? Ja, je bent de borstbad met meesterhaar. Nee, je bent geen borstbad met meesterhaar. Je bent geen borstbad met meesterhaar, maar je bent Je bent een badmeester en je hebt borsthaar. Kijk, dat zit hier zo, zie je? Goed, daar heeft dus een wat doe je nou, joh? Nee, dat borsthaar zit hier zo, kijk zo. Borsthaar. Zie je? Oh. Nou jij, ja? Borsthaar. Goed zo, hakken. En deze badmeester is heel stoer. Stoer. En die kijkt of er ook mensen verdrinken. Kijken. Goed, ga kijken, jochie. Mevrouw Stembans. Wie? Oh, mevrouw Stembans. Mevrouw Stembans, u bent aan het zwemmen. Waarom? Nou, want ik weet niet, is een badmeester. Borsthaar. Ja, met borsthaar. Oh, daarom. Ik zwem in het diepe, zonder gevaar. Dankzij de badmeester. Met zijn borst vol haar. Goed zo! Zwem, zwem. Hey, badmeester! Borsthaar. Ja. Daar zwemt iemand. Zwem, zwem. Help, ik verdrink! Hey, badmeester! Borsthaar. Er verdrinkt iemand. Spring in het water. Ik weet niet. Ja, nee, dat weet ik wel. Dat weet meneer Cactus wel. Kijk, je staat op de rand van het zwembad en dan springt de badmeester. Borsthaar! Help! Wat doe je nou? Nee, niet ik in het water, maar de badmeester. Borsthaar! Help! Nou, help! Er verdrinkt iemand! Kijk daar! Help! Hallo! Ja, hallo. Ja, hallo! Ik lig hier al een half uur te verdrinken. Waar blijft die badmeester? Borsthaar! Daar is hij! Oh, plons! Oh, badmeester! Borsthaar! Goed zo. Ja, nou brengt de badmeester de drenkeling op het droge. Zo, badmeester, dat heb je goed gedaan. Goed. Dankjewel, badmeestertje. Borsthaar. Nou, dit was een leerzaam stukje. We hebben dus nu gezien... Wat doet de badmeester? Borsthaar. Hij geeft mij mond-op-mond beademing. Oh ja, ja, dat is juist. Ja, je moet natuurlijk altijd mond-op-mond be... Maar dit duurt wel heel erg lang. Ja, zo is het wel genoeg. Nee hoor, ik heb nog veel meer lucht nodig. En straks droogt de badmeester mij helemaal af met zijn... Borsthaar. Oh, heerlijk. Wat? Is dit goed? Ja! Dat weer al. De ronde is. Ik weet niet. Daar weet meneer Cactus wel. De tweede ronde is namelijk... Het vraaggesprek. Ai. En welk bijzonder kind hebben we daarvoor uitgenodigd? Daar hebben wij voor uitgenodigd Marcel Rehorst. En Marcel wil later misschien wel boer worden. Keihard applaus voor Marcel Rehorst. Hey Marcel. Hallo. Marcel, jij wil later boer worden? Hè? Ja. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 12 geworden. 12 geworden? Ja. En je wilt boer worden. Waarom boer? Ja, nou, lijkt me wel een leuk beroep. Ja. Werk je veel op de boerderij? Ja, iedere zaterdag en in de vakantie. Is je vader boer of zoiets? Nee, mijn oom. Je oom? Ja. Dus je werkt bij je oom, oomboer, als het ware, op de boerderij. Wat doe je dan zo elke zaterdag en in de vakanties? Nou,
Ja, van alles gewoon een beetje helpen met spruitoogsten. Spruitoogsten? En aardappels rooien. Ja. En dan nog met prei. En dat doet hij dan ook wel eens. En peen. En peen? Ja. Dus aardappelen, spruiten, prei en peen. Ja. Dat is wel gezond allemaal, hè? Ja. Ja. En ben je een grote eter? Ja, volgens mij. Wat vind je het lekkerste? Allemaal. Allemaal wel, ja. Voor elkaar, een soort hutspot. Ja. Ja. Hey, als we nou eens even kijken op het boerenbedrijf, hè. Zo'n aardappeltje, als we daar nou eens helemaal bij beginnen. Ja. Daar, een aardappel begint, voordat hij op je bord ligt, begint eerst met een zaadje. Ja. Vertel er eens over. Die aardappel die wordt dus gekweekt in een kwekerij. Ja. In een kas. Ja. Daar worden allerlei verschillende rassen gemaakt van groentes. Dus dan wordt de aardappel steeds groter, dan ontwikkelt hij zich. Ja. En dan kan die gepoot worden. Gaat er gepoot worden? Ja. Wat is poten? Nou, dat gebeurt met een grote machine. Ja. Er zit een soort rollen aan, daar vallen de aardappels onder. Ja. En dan gebeurt er, dan gaat die aardappel, die komt onder de grond te zitten. Ja. En dan komt er een laag grond overheen en dan gaat die zich ontwikkelen. Ja. Met allerlei stoffen uit de grond. Ja. En dat eet hij dan als het ware en dan komt er een klein stengeltje uit. Stengeltje uit, ja. Ja, en dat aan de bovenkant, aan de bovenkant? Ja, aan de bovenkant. Ja. Dat gaat dan door de grond heen, dat gaat steeds dieper, of omhoog. Omhoog, ja. Ja, en dan komt het stengeltje, dat komt eruit, uit de grond. En dan begin oktober, eind oktober, dan kunnen ze geoogst worden met een aardappelmachine. En dat poten doe jij? Nee, dat doet mijn oom, dat kan ik nog niet. Ja. En het oogsten? Ja, daar heb ik wel eens een keertje mee geholpen. Ja, is er iets gebeurd met de machine? Dat was nog een mooi verhaal, dat was wel leuk, hè? Ja, nou, dat was een keertje, toen kwam de aardappelrooier vast te zitten. Ja. En toen waren we maar met drie man in het land, ik en nog een oom van me. Dus toen gingen we daar zo, die aardappelrooier die zit vast, en toen kon ik wel met een trekker rijden, Ja. Dus toen heb ik geholpen. Dus toen ben ik naast de aardappelrooier gaan rijden. Dus je hebt op een trekker gezeten? Ja. Maar je mag toch helemaal niet op een trekker? Nee, nog niet. Nou, daar hebben we wel een bewijs van. Moet je kijken, hier zie je hem. Ik zal het direct ook aan jullie apart nog laten zien. Hier zie je hem dus op die trekker. En ik wil nog wat van deze boer in spe. Of je wil eigenlijk misschien wordt die boer, laat ik het zo zeggen, maar misschien wordt hij ook racer. Zie je, hier zie je hem dus eigenlijk, hoe heet zo'n wagen? Een trijk. Op een trijk, weet je wel. Dus daar rij je, kan je mee crossen, hè? Ja. Maar het is wel lekker, want een boer die zit op het land en die kan ook crossen. Ja. Dat is een crossende boer voor je. Ja. Nou, ik vind het hartstikke goed. Ik wil een keihard applaus voor deze. Kijk je! Goed gedaan, hoor. Okay, dankjewel. De derde ronde is. Kweek niet. Dan ben je met een kaksvel. De derde ronde is. Gevaar! Jongens, gevaar! Als het gevaar dreigt, moet je niet in paniek raken, moet je zeker niet gaan peeuwen. Paniek peeuw! Als er gevaar dreigt, blijf je altijd. Koelbloedig! Boelbloedig! Koelbloedig! Kweek niet, je bent een cirkelzaag. Ik weet niet. We hebben een kaktusvel, dat is zo'n ronde zaag. En er zitten er allemaal kleine tandjes aan, zie je? Dat is scherp, ja? En dan gaat hij in het rond. Kijk zo. Hii! Zie je? Dat is een cirkelzaag. Hii! Cirkelzaag. Hii! Cirkelzaag. Nou, jij, oké? Goed. Ik weet niet, is dus een cirkelzaag. Zit daar een motortje aan? Ja, er zit een motortje aan. Dat drijft dan die cirkel aan. Ik ga draaien. Ja, met een snaar. Met een, en dan, dan gaat dat heen. Ik weet niet! Stop! Goed zo. Ah, ja, dat is eruit. Hey, wacht even. Je gaat toch niet met een cirkelzaag mijn haar knippen? Dat is toch helemaal. Daar zitten allemaal kleine tandjes aan. Daar kan je mee snijden. Goed. Snijtandjes? Mevrouw Stemband, u bent de spelende vrouw. Ja? Daar gaat ze. Ja. Zaterspelen. Goed zo. Goed. Ja, goed zo.
En meneer Cactus, zijn arm is een stuk hout. Hout. Wat doe je nou? Je spuugt op het hout. Een cirkelzaag spuugt toch niet op het hout? Doe niet zo raar. Hier komt het gevaar. In het schuurtje staat de cirkelzaag. Nee. Naast de cirkelzaag ligt een stuk hout. Stuk hout. De spelende vrouw speelt in het schuurtje. Nee. Hé, hey, de cirkelzaag. Stuk hout. En een stuk hout. Wacht eens even. Dat stuk hout kan ik met de cirkelzaag zagen. Oeh, mijn vader heeft wel gezegd dat ik absoluut nooit aan de cirkelzaag mag komen. Maar ik doe het toch. De spelende vrouw loopt naar de cirkelzaag en zet hem aan. Ze pakt het stuk hout en probeert te zagen. Dat is toch moeilijker dan ik had gedacht. Ja, het stuk hout is heel hard en ze zet heel veel kracht. En dan opeens... De spelende vrouw heeft de vingers eraf gezaagd en ze ligt nu bloedend op de grond van het schuurtje. Dood! Dood! Spelende vrouw, wat heb je nou geleerd? Ik heb geleerd dat spelen met een cirkelzaag levensgevaarlijk is. Is dat goed? Ja! Nieuwsflits! Oh jee, deze uitzending wordt opeens onderbroken door een knipknap knop. Ja. Nieuwsflits! Boy! Nieuwsflits! Flits! Als kinderen problemen hebben, kunnen ze bellen met de kindertelefoon. Minister Brinkman die had eerst beloofd dat het gratis zou worden. Maar hij is zijn belofte niet nagekomen. We zullen die minister eens even opbellen. Tring, tring, klik. Hallo, met minister Brinkman. Hallo, met mevrouw Stemband. Zeg, kinderen met problemen, die moeten toch gratis kunnen bellen? Ach, die kinderen kunnen dat toch best zelf betalen? Betalen? Wat denkt u wel? Sommige kinderen hebben helemaal geen geld. En die moeten dan zeker met problemen blijven zitten. Kwak! Dit nieuws verdient een... Stom! En de stom wordt deze keer uitgedeeld door... Martje Fortuin! Keihard applaus voor Martje, daar is ze! Ja! Yeah. Hallo Martje, aan wie ga jij de stomp uitdelen? Minister Brinkman. Minister Brinkman, waarom? Omdat kinderen soms in problemen zitten en dan moeten ze voor mij gratis kunnen bellen. Ze moeten gratis kunnen bellen. Maar minister Brinkman, het eerst wordt beloofd, hè? Hij had eerst beloofd dat hij zou zorgen dat de kinderen gratis zouden kunnen bellen. En toen zei hij dat hij dat niet meer deed. Beetje raar van minister Brinkman, hè? Ik hoop dat hij zit te kijken. De kindertelefoon. De kindertelefoon is heel belangrijk voor kinderen. Wat kunnen kinderen doen met een kindertelefoon? Ze kunnen bellen als ze in problemen zitten of als ze problemen op school of als ze vader en moeder gaan scheiden of zo. Ja, dus en dan kunnen ze gewoon bellen. Wie krijgen ze dan aan de telefoon? De mensen van de kindertelefoon. Er zijn speciale mensen van de kindertelefoon. En als je dan een vraag stelt aan die mensen, dan geven ze er antwoord op, hè? Dus dan kunnen ze je een beetje op weg helpen. Hadden jullie wel eens gehoord van de kindertelefoon? Ja! Nou, niet zoveel, hè? Zie een paar wel, een paar niet. Noem eens aan als je ouders gaan scheiden. Dan kun je opbellen. Maar kan je bijvoorbeeld ook opbellen als je bijvoorbeeld als iemand je steeds in de buurt aan het pesten is? Mm-hmm. Soms wel, soms niet. Ja, soms wel. Je kan het wel doen, hè, als het moeilijk is. En als bijvoorbeeld als je geslagen wordt door een volwassene, kan je dan ook opbellen? Ja. Dus eigenlijk met alle problemen, hè? Ja. Waar kan je nou de kindertelefoon vinden? Want het is een nummer. Waar kan je dat vinden als je wil bellen? Achterop in het telefoonboek. Achterin. De laatste bladzijde. Dus als je het telefoonboek openslaat, dan heb je het op de laatste bladzijde. Daar staat het nummer van de kindertelefoon. En die kan je altijd bellen. Goed? En minister Brinkman die zegt dat we ervoor moeten betalen, maar dat willen kinderen helemaal niet. Want dan zijn de kinderen weer afhankelijk van de volwassenen. Nee, dat moet gratis. Hè? In Engeland is dat gratis, hè? Moet net zoals in Engeland worden. Dit is een... Tester! Maar dat is nou de buik van minister! Brinkman! Oké, geef hem maar een paar stompen. We tellen tot drie. 1, 2, 3. En tja, inderdaad, Martje is heel kwaad. Die stompt erop aan. Stompen maar, stompen. Hup, dat is goed, Martje. En... Ik wil een keihard applaus voor deze... Keihard!
Dank je wel. De vierde ronde. De vierde ronde. De vierde ronde is. Je weet niet. Nee, weet ik eigenlijk wel. De vierde ronde is namelijk. De prik van de cactus. Oh, de prik van de cactus. Oh, dat is wel leuk. Ja, moet je wel letten. Dit is een prik van Niels Kraken uit Enschede. Hallo, lieve, lieve, lieve meneer cactus. Mijn naam is Niels en ik ben bijna vier. En een tijdje terug is er iets heel grappigs gebeurd. Ik moest heel erg nodig namelijk een plas doen. En ik trok mijn broek al uit in de kamer. Mijn moeder hield toen voor de grap haar handen op en ze zei, plas maar in mijn handen, Niels. En ik ging naar de toe en ze dacht vast dat ik het niet zou doen, maar ik deed het wel. En mijn moeder schrok zich rot toen ik in haar handen plaste, want het was een hele lange plas van bijna een liter. Kijk, Niels, als je 4 jaar oud bent en je weet al in de handen van je moeder te plassen, nou, dan vindt meneer Cactus jou super eigen. Nee! Oké, jongens, allemaal de vingers omhoog. Met één vinger. Voor de prik van de Cactus voor Niels. Daar gaat ie. Oké. Want die Cactus, 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 om alles weet. Want het kan mij niet schelen. De vijfde ronde is? Ik weet niet. Weet meneer Cactus wel, de vijfde ronde is namelijk? De ronde van het publiek. Hey, is het publiek aanwezig? Ja! En ik verzeker u thuis, dit publiek heeft interessante gezichten. Kijk maar! Ja. Dat kan gekker. Dat kan gekker. Dat kan harder. Ja. Dat kan gekker en harder. Ja. Dat kan veel gekker. Het waren de vele interessante gezichten van het publiek hier aanwezig. En natuurlijk hebben ze ook iemand uitgenodigd. Wie hebben ze namelijk uitgenodigd? Niet. Daar hebben meneer Cactus wel. Ze hebben namelijk uitgenodigd. En... Nou, doe niet zo gek. Ze hebben namelijk uitgenodigd een... Doe niet zo raar. Wat? Hè? Dat lijkt wel iets lek te zijn. Oh. Dat heb je gelijk in, dat is waar ook. Wacht eens even, jullie hebben er zelf om gevraagd. Maak de ring vrij voor een echte... Loodgieter! Willem Gingnagel! Hier is Willem, ja! Zo, Willem, hallo, ga zitten. Dankjewel. Zo, nou ziet hij er een beetje uit als een echte loodgieter? Ja! Oké, dan gaan we eens even kijken, de eerste vraag. Jurgen is de eerste. Let op Willem, daar komt de vraag. Wat doet een loodgieter? Goeie vraag. Ja, heel goede vraag. Nou, een loodgieter repareert waterleidingen en dakgoten en gasleidingen. CV-ketels, dat repareren ze ook. Centrale verwarming. Centrale verwarming, ja. Ja, van alles doen ze eigenlijk. Ja. Alles wat met water en gas te maken heeft. Ja. Hebben jullie wel eens een loodgieter nodig gehad in huis? Nee, nooit. Nog niet? Maar wees er maar blij om, want meestal is er iets lek dan. Ja. Nou, ja. Bij mijn oma wel, ja. Bij je oma, wat gebeurt dan bij je oma? Nou, de dakgoot was helemaal lek. De dakgoot was lek? En toen is er een loodgieter, dan kan je... Ja, dan... precies, dan komen wij en dan... Wat doe je dan met zo'n dakgoot? Nou, we maken hem eerst helemaal goed schoon, kijken waar de lekkage is. En dan solderen we het. Of dan, ja. Of een nieuwe, dat kan ook nog een keertje. Als je helemaal erg stuk is, dan zet er een nieuwe goot in. Ja. Ik vind het een goede vraag. Applaus voor deze kanjer! Ja! Even kijken. Ellen, waar ben je? Waar zit Ellen? Oh, daar komt Ellen met een mooie strik. Met een mooie kleren. Hallo Ellen. Hallo. Stel jij je vraag maar aan de loodgieter. Weet je hem nog? Nee. Waar komt de naam loodgieter vandaan? Waar komt de naam loodgieter vandaan? Ja, dat komt vandaan van vroeger. Toen moesten ze nog alles repareren met lood. En dan moesten alles nog lood moesten gieten en warm maken. Nou, tegenwoordig gebeurt het bijna niet meer, maar vroeger dan werden dakgoten nog van lood gemaakt. En riolering werd nog van lood gemaakt. En werd lood warm gemaakt en werd dan gegoten in allerlei vormen. Als een soort sausje erop. Ja, precies. En dan werd het hard. Dus het is eigenlijk een oude term. Ben je tevreden? Ja. Zou je zelf loodgieter willen worden? Nee. Nee, hè? Nee, het is een beetje... Moet je echt zin in hebben in die dingen, hè? Hey, ik wil een keihard applaus voor deze kanjer! Zo!
Dankjewel. Jens, waar zit Jens? Jens, stel je vraag maar. Hoe word je loodgieter? Hoe word je loodgieter? Dat is een hele goede vraag. Nou, eerst moet je naar de LTS toe. Dat zijn speciale klassen voor loodgieters. LTS? Ja. En na een paar jaar dan ga je werken in een loodgietersbedrijf. En dan ga je nog één dag in de week naar school toe. Dat is ook nog een loodgieterschool. En zo ga je steeds verder. En kan je steeds meer bijleren, zoveel als je wil. Zou jij loodgieter willen worden? Nee. Nee? Wat wil je dan worden? Weet je nog niet. Dat is wel interessant, hè? Ja. Voor de goede vraag. Applaus voor deze kanje! Ja! Jessica! Hey Jessica. Hey, je hebt een fiets, hè? Zie je dat? Dat is een fiets. Dat is mooi. Oké, okay, stel je vraag maar. Weet je hem nog? Nee. Oh jee. Heeft u wel eens iets gevonden in de afvoer? Heeft u wel eens wat gevonden in het afvoer? Ja, ja. Hele vieze dingen natuurlijk, hè? Poep en dat soort dingen. Ja, poep ook. In de afvoer? Oh ja, getverdomme. Ja. Nou, ook wel eens... Wat moet je eruit halen met verstoppingen? Ja, inderdaad. En ook wel eens kinderspeelgoed. De kinderen hadden dus speelgoed in de wc gegooid. En de wc doorgetrokken. Zijn er kinderen die hun speelgoed doortrekken? Ja, ik heb het meegemaakt. Maar bijvoorbeeld ook gouden ringen? Ook, ja. En oorbelletjes. Een vrouw een oorbel laat vallen. Boven de wastafel. Een ring? Nee, een oorbel met parel. Een oorbel met een parel. En die is in. Dan moet eigenlijk ook de loodgieter komen, hè? Moet je straks nog een afspraak maken met Willem? Kom op, hè. Hé? Hey? Vind een goede vraag. Applaus voor deze kanje. Jongens! Deze loodgieter is niet alleen om aan te vragen, maar ook om aan te... Oké, okay, voel maar even of hij echt is. Ja, kom maar. Ja, is hij echt? Thank you.
aanmerking komen voor een ronde. Je wil bijvoorbeeld de prik van de cactus hebben. Of je denkt bij jezelf, nou ik zou de stomvel uit willen delen. Of je wil gewoon bij de meneer Cactus Show zijn. Zorg ervoor dat je schrijft naar de VARA. Postbus 175 1200 AD in Hilversum. Jongens, daar gaan we. Oké. Okay. Ja.